Vandaag gaan we proberen een filmpremière binnen te komen. En we hebben weer een hele leuke winactie voor jullie. Dus ik zou zeker even blijven kijken tot het einde. Goedendag, nieuwe video van de Giergasten. Mijn naam is Niels. Ja, en ik ben Joost. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Wij staan hier voor de View en dat is het enige bioscoop met twee Dolby Cinema zalen. Ben je wel eens in zo'n Dolby Cinema zaal geweest? Nog nooit. Nog nooit? Nee, het lijkt me wel heel vet. Ken je IMAX? Ja. Het is 10 keer dikker dan dat. Is het echt zo dik? Ja, het is heel vet. Cool, want ik heb hier namelijk een plannetje voor bedacht. Ik wil best wel gratis een keer daarheen. En omdat zij hier altijd internationale premières hebben met een rooiloper, camera, flitsers, BN'ers, hapjes en drankjes en zo, dacht ik, wij gaan die hapjes en drankjes doen. Even zo'n apenpakje aantrekken, goede hapjes serveren. Juist. En zo naar binnen lullen. Juist, maar dit is wel echt de real deal, ouwe. Hier kom je niet zomaar binnen. De beveiliging is goed, dus misschien moeten we eerst even een goede testcase draaien. Bij een ander evenement. Juist, ik ken er nog wel eentje. Die is in Amsterdam. Het is iets met haar voor de beste kapsel van Nederland. Ja, nou jij gaat die sowieso niet doen. We gaan vandaag even een lekkere schaal met toosjes maken. Ik denk dat je voornamelijk rekening mee moet houden dat het er gewoon mooi uitziet. Wat heb ik? Ik heb brood. Een beetje groen, een beetje rood, een beetje geel, een beetje schimmel. Het gaat gewoon binnenkomen. Dit is het moment om lekker weg te zetten, want KookTV is gewoon super saai. Laat maar eens even zien, wat heb jij Joost? Ik ben begonnen met de mozzarella, kleine schimmel van 10 dagen. Erop zit een banaantje met mayo en een klein beetje peterselie, afgetipt met chili corn. Ik wil jou je eigen hapjes niet proeven. Ja, nee, dat is wel goed zo. Ja, ik heb een toosje met kruidenboten, uniek. Lekker. Een toosje met biri, uitvinding. En een toosje met een klein beetje hondenpatee. Hondenpaté? Hondenpaté, ja, ik kan niet heel veel meer met koken. Dat mag je niet serveren. Dat mag je echt niet serveren. Maar het is gewoon niet bedoeld om te serveren. Nee, maar echt niet, hè? Het is toch niet bedoeld? Is het meer om binnen te komen? Dit is paté met een beetje bieslook. Ja. En dit is echt een geweldige zelfgemaakte kruidenkaas met komkommer. Laten we maar volgens mij. Dit is gewoon oud. Die is lekker, hè? La. Ook oud. Ja, 3 weken geleden. La. Doe nog wat verder. La, 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 zo, oké, we gaan doorlopen. Oh, 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 oh. Ja, wat. Grootste penning even. Hoi, mag ik iets vragen? Ja, tuurlijk. Waar zijn jullie van? Catering. Catering. Maar, oké. Ik wist helemaal niet dat mijn kind zouden uitsorteren namelijk deze handjes. Nee. Oké. Oké. Jullie hebben het zelf gemaakt, hebben jullie het zelf gemaakt? Ik heb dit van de kok gekregen. Wij spelen het zo uit. Blijf hier staan. Maar via wie zijn jullie? Via de kok, via de catering. Ja, maar wie dan? Ja, ik weet niet wie de kok is. Ik ben van een modellenbureau. Nee, daar heb je helemaal niks van. En jullie even met mij mee naar de andere. Ja, hoor, absoluut. Ja. Maar... Nee, maar dit klopt gewoon niet. Hun komen binnenlopen. Ja, en ik zie, kijk wat het is. Wil je alsjeblieft daar eruit gaan? Waar? Daar? Oh, is hier. Oké. Oké. Zo. Mensen hebben je hapjes gegeten, juist? Ja, deze vonden we nog lekker ook. Oh, echt? Wat hebben we nou geleerd de vorige week? Onze hapjes waren natuurlijk gewoon niet heel erg on point. Dus ik ben nu onderweg naar de markt. Ik ga daar eventjes kijken voor wat andere hapjes. Want als je nou 10 minuten voordat de markt gaat sluiten er aankomt kakken en je gaat naar een verse afdeling, dan zijn er allemaal producten waar ze natuurlijk gewoon van af moeten. Dus die kun je dan voor een prikje overkopen. Dus dat ga ik even proberen met een paar lekkere oesters. Hi. Hallo. Dit toevallig een paar oestertjes waar je vanaf moet. Een tientje allemaal. Hoeveel oesters zijn het er nu? 12. Top, helemaal goed. Voor een tientje. Ik zeg helemaal niks, ik zeg niks. Nou, voor de oesterkenners, ze weten dat dit echt spotgoedkoop is. Nou, we zijn onderweg naar Hilversum. We gaan naar de première van The Planet of the Apes. Ja, het schijnt een behoorlijk dingetje te worden. Ik heb namelijk informatie gekregen van JJ Boske, die is uitgenodigd voor deze première. Want Rico Verhoeven die schijnt ook te komen. En Brace. Ja. Dus ze zijn grote namen. Dit is wel gewoon de plek om het voor de tweede keer te proberen. We hebben alle outfitjes weer bij ons. Maar ik kan me herinneren dat we 10 oesters hadden, Niels.
Ja. Wat is er gebeurd met de andere vier oesters? Ik heb het niet gedaan. Ja. Lekker muziekje erbij. Nou, proberen ze dit als kelner. Het is echt niet normaal. Sorry? Ik zeg, nou proberen jullie dit als kelner vandaag? Als kelner vandaag? Niet als, weet ik veel, in een kist zitten of zo. weet ik veel, iets... Bij elk evenement zo, komen jullie briefing wel naar boven. Nee. Ja. Dit meen je? Dus je lijkt een beetje op mij. Misschien kan ik hier voor mij doorgaan. Maar dat doen we niet dan, want dan word ik ontslagen. Oh, maar dit is hard? Ik kan er ook niet zien. Oh, dit is wel kut. En ik heb kinderen. Ander beroep ga kiezen, Niels. Dat denk ik wel. Hey, ik heb blij proberen. Jij moet nog even zijn ding kiezen. Het is een lang. Oh, dit is gênant. En voordat we überhaupt al aankwamen, waren we al gepakt. Nou, fantastisch. We kunnen terug naar Amsterdam. Nou, we zijn inmiddels een dagje verder. We hebben gisteren natuurlijk een actiepietje gehad met de beveiliging die ons niet binnen wilde laten. Nou ja, de grap is dat zij dit hebben doorgespeeld naar The View. En The View heeft ons dan weer benaderd, want die hebben een hele leuke winactie waar wij ook aan mee mogen doen. Klopt. En wat is dan precies die winactie? Als je dus tegenwoordig een frisdrank bestelt bij View en jouw rietje die kleurt oranje, dan maak je ergens kans op. Maar laten wij eerst maar even onderling uitmaken wie de winnaar hiervan is. Ja, ik heb hem. Nielsie, de winnaar. Oranje, natuurlijk. Waar maak ik nou daadwerkelijk kans op? Dat is op 2 tickets voor een 4-daagse trip naar Londen. En in Londen is er heel toevallig ook een filmpremière van Kingsman, The Golden Circle. En daar mag je ook met die 2 tickets naartoe. Nou, hartstikke gezellig en tof natuurlijk. Het enige wat je ook even moet doen, is natuurlijk een fotootje maken van het frisdrankje met dat oranje rietje. En die op de social media plaatsen met de hashtag erbij. Naar Londen met View. Is een hele lap tekst met info. Als het allemaal echt iets te veel voor je is, dan moet je gewoon even terugspoelen. Ik ga nu in ieder geval even een fotootje maken van mijn frisdrankje met het oranje kleurtje. Die niet oranje meer is. Nu weer wel, Martijn. Jou neem ik in ieder geval niet mee. Joost, heb je zin in Londen? Lijkt me leuk. Top. Ja, dan blijf ik wel in Nederland om een nieuwe video voor jullie op te nemen. Die kun je volgende week gewoon bekijken op ons kanaal. Dan ga ik nog een drankje bestellen, want misschien wil ik ook wel mee naar Londen. Hé, Niels? Klootzak? Ja.